Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vrijdagavond. Ik wilde eigenlijk gisteren al beginnen met filmen, maar zoals je misschien hoort voelde ik me niet helemaal topfit. Nog steeds niet trouwens, maar gisteren voelde ik me echt niet fijn. Heel erg verkouden, mijn keel en hoesten en dingen. Dus ik dacht, dan heeft het niet zoveel zin om te vloggen. Dus begin ik nu. Ik wilde dan eigenlijk vanmorgen bedacht, maar ik dacht ook, weet je, zo spectaculair is mijn dag niet. Elin heeft vandaag weer gewend bij het kinderdagverblijf. En die ligt nu uitgeteld op bed. Maar die was wel zo onrustig dat we in shifts steeds naast haar zitten. Ik hoorde nu, Sven zit nu naast haar. Niels uit logeren bij mijn schoonouders. En Elin gaat morgen ook naar mijn schoonouders. Ik zal later nog even vertellen wat er is van alles gebeurd, maar... Anyhow, want Sven gaat een weekendje weg met vrienden. Ik ga morgen lekker naar de Glamour Day met mama. En ik ga s'avonds nog een drankje doen met een vriendinnetje. Ergens in de kroeg of bij haar of bij mij, of ik weet het niet. Ja, dus ik neem jullie dit weekend mee. Ik ben nu even een beetje het huis aan het opruimen. Nou, we hadden voor het eerst in ons leven schoonmakers. En toen hadden we ze ineens niet meer. Volledig onthand. Nu hebben we gelukkig alweer een nieuwe, maar die begint volgende week. Dus we hebben vandaag even weer zelf de handen uit de mouw gestoken. Gezogen, geweld, de toiletten, dat soort dingen. Waarom stelt mijn camera steeds niet scherp? Ja, daar zijn we weer. En verder waren we gewoon ziek en in joggingbroek een beetje rond het huis, in het huis eigenlijk. Ik ga straks even mijn nagels doen, want het ziet er niet meer uit. We willen vanavond een filmpje gaan kijken, maar dan hoop ik wel dat Elin een beetje gaat slapen. En ik heb heel gezellig papier gekocht. Was ik idee, met alle nassen. En ik ben bij de fysio geweest. Ik heb oefeningen. Dus die wil ik straks ook nog even gaan doen. En ik heb de wc trouwens gepimpt. Dat ga ik even met jullie delen. Ik weet niet of ik de oude versie heb laten zien, maar ik ga nu de nieuwe versie laten zien. Het is misschien een beetje donker nu, maar ik heb hier een poster. En je ziet de lamp erin weer spiegelen. Sowieso mijn camera niet echt. Misschien dat ik het nog even morgen met daglicht. Hier komt een portretje in wat een vriendinnetje van mij van Klein Geluk PV gaat maken. Een familieportretje. Een spiegeltje van de Hennes. Dit is een parfum van Rituals. Dit is gewoon een lijst dat ik zelf heb gemaakt. En die poster is heel gaaf. Met een beetje een bos. Een beetje een bos met een bos erop. En dit is ook allebei van H&M. En dit is ook van Rituals. En dit is ook van Rituals en deze handdoek is ook van de H&M. Maar ik zal nog wel proberen en ik wil dus ook nog een zwart, ik heb al wel een mat zwart wc borstelding. Ik wil ook nog een prullenbakje, maar goed. Ik kan nog niet heel goed zien, maar dit is het resultaat. En wat ik ook nog heb gekocht is dit. Ik heb geen idee of dit gaat werken, maar dit is een bril voor op de bril. Want Niels is praktisch zindelijk, zou je kunnen zeggen. En je hebt in de vorige vlog al kunnen zien dat we er druk mee bezig waren. En daar zijn we eigenlijk gewoon mee verder gegaan. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Heel soms, als er bijvoorbeeld iets gebeurt, iets onverwachts, bijvoorbeeld laatst. Dus dat is een beetje voor zover voor vandaag. Morgen dus lekker shoppen en drankjes. En dan heb ik zondag verder helemaal niks. En maandag komen ze pas terug, dus het is heel bizar. Ik heb echt een vriezer vol met melk, zoals ik jullie wel eens heb laten zien. Dus die gaat mee, niet heel vriezer, maar er gaat vrij veel melk die kant op. Maar ik geef ook nu even wat extra voeding mee. Dat zal ik later deze vlog proberen dat nog even te vertellen. Goedemorgen, het is zaterdag en zoals je hoort gaat het nog steeds perfect met mijn gezondheid. Maar goed, dat trekt wel weg. Het was zelfs zo dat ik uiteindelijk vannacht heb ik in Niels' bed geslapen. Het grootste gedeelte van de nacht. Want ik was zo aan het hoesten en ik dacht, misschien wordt Elin wakker. Sven is ook niet lekker, dus ik denk, die moet ook gewoon goed slapen. En ik dacht, ja weet je, of ik nou... Hier hoest of daar hoest, dan hebben in ieder geval andere mensen er niet zo'n last van. Uiteindelijk ook nog wel hoestdrank genomen, want ik op een gegeven moment dacht dat ik erin bleef.
Maar ik heb dus in Niels zijn bed geslapen. Want die is toch uit logeren. Dus ik denk, nou ja. Dus ik had mijn kussen meegenomen. Ben lekker daar gaan liggen. Ja, het was iets te kort voor mij. Maar opgetrokken benen past dat prima. Niels heeft natuurlijk gewoon een peuterbed. Ik zit nog in mijn watjas. Want ik zit te wachten tot Ede wakker wordt. Zodat ik hem kan gaan voeden. Het is nu 11 uur. Dus ze zal zo wakker worden. En als ze zo niet wakker wordt, dan gaan we hem wakker maken. Omdat ze spek moet kweken. Want daar zou ik nog even op terugkomen. Maar eigenlijk gaat het hartstikke goed met haar. Ze is echt een stuk vrolijker dan de afgelopen weken. En ze huilt veel minder sinds een week. Dus wij zijn eigenlijk hartstikke blij. Nu komt ze ineens. Op een gegeven moment kwam ze niet meer aan. Dus haar lijn vlakte af. Dat hoort eigenlijk al niet bij borstvoeding. Want die hoort gewoon ineens stijgende lijn omhoog te gaan. En dus moesten naar de dokter, we moesten nog een keer extra wegen. En bij het extra wegen bleek ze zelfs af te zijn gevallen. Dus dat is wel een beetje een zorg. Dus we moeten er nu in ieder geval elke 3 uur overdag, elke 3 uur voeden. Maar ja, weet je, en dan moesten we ook nog na mijn borsten nog extra voeding geven. Om te kijken of ze dan misschien, hè, of er niet te weinig uit mijn borsten kwam. Maar nou ja, we bieden het aan, maar ze willen het allemaal niet. Tenminste, ze vindt gewoon na 2 borsten heeft ze genoeg. Wat er aan de hand is, weten we niet. Zelf maak ik me niet heel erg veel zorgen, omdat ze gewoon heel vrolijk is. Dus dan denk ik, ja, dat is voor mij een redelijk goede graadmeter. De afgelopen weken was ze natuurlijk heel erg aan het huilen. Dus ja, misschien dat het gewoon te snel voor de ging of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval is het even een puntje van aandacht. Dus ik moet nou dinsdag weer wegen. En dan hopen we dat ze is aangekomen. Of in ieder geval niet verder is afgevallen. Maar ja, weet je, zij was ook verkouden. Misschien kon ze daardoor niet goed drinken. Of weet je, ging het gewoon eerder te snel voor haar. Want ze groeide natuurlijk echt heel hard. Dus ze kwam heel veel aan in de week tijd steeds. Dus ja, weet je, misschien ging het ook te snel. Ik weet het niet. In ieder geval voeden we nu overdag elke 3 uur. Er gaat genoeg voeding mee naar mijn schoonouders. Alleen las ik net dat je gekolfte ingevroren melk maar 24 uur in de koelkast kan houden. Dus als het ontdooid is, kan je maar 24 uur bewaren. Dat is jammer, dus ze krijgt de rest kunstvoeding. Kijk, deze worm ga ik wel missen hoor. Deze worm ga ik wel missen. Ja. Ja, nou ga ik wel missen. Waar heb je de hik? Dit is een shirtje trouwens van de Hennis. Broekjes van de Hema. En de slofjes zijn ook van de Hennis. Ja. En een gabelaar van het Brito. Ja, ga je lachen? Ga je lachen? Ga je lachen? Ja. Missen we het net? Missen we het net? Hè? Goed, pak maar vast. Wij zitten te lunchen en mama heeft heel jaloers gemaakt een broodje geitenkaas. Heel jaloers op, want dat mag ik niet. Ik heb een lactosevrije uitsmijter. Ik zit bij de Wii. Een printje aan. Een maat groter, maar het is misschien een beetje te groot. Het is wel een leuke kleur. Groen. Sowieso veel groen ineens. Dit is gewoon een basisstraatje. Maar wel leuk, zeker bij mijn nieuwe horloge. Niet spectaculair, maar ik vind het wel gewoon lekker fijne basic. Ik sta bij de koffieclub. Ik heb ook lang niet alles gefilmd, maar dit licht is echt waardeloos. Ik vind het wel een leuk jurkje, maar als ik hem dicht doe, dan bolt hij aan de achterkant. Een maat kleiner, dan passen deze erin. In. En deze, ik vind het stofje, ik weet niet of je het kan zien, maar het is een heel leuk stofje. Het is waardeloos licht, maar het stofje is heel leuk. Met een beetje een glans in erheen, met een model. Het is niet heel erg boeiend. Dit rokje vind ik dus heel leuk. En dan had ik een heel leuke mintgroene trui, zag ik bij de paspoort erop zitten. Maar die is uitverkocht. Dus ik ben nu even aan het kijken of zeg maar dat effect leuk zou zijn. Omdat ik dan gewoon, ik weet niet of ik het online kan bestellen. Ik zet het bij de Cotton Club. Dus ik ga even kijken of dat kan. Ja, ik heb natuurlijk nu een broek en zo eronder. Het luikt uit te trekken. Ik ben thuis. We hebben echt heerlijk geshopt. Niet dat we nou echt heel veel hebben gekocht. Maar het was gewoon heel
fijn om even lekker met mama. Dat deed ik vroeger elke zaterdag. En om dat nu na zo lang gewoon weer lekker te doen. Dat is heel leuk. En even geluncht en dat soort dingen. En nu heb ik eten besteld. Ik stond in de winkel. Ik wist het niet. Oh, wat rijst bijna leeg. Ik stond in de winkel. Ik wist het niet. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker eten bestellen. Ik heb een vegan burger besteld. En ik moest mijn legitimatie laten zien. Woep, woep. Voor degene die het niet weet, ik ben 34. Dus dat ik mijn legitimatie mag laten zien als ik een fles wijn koop, kan ik weer jaren op voort. Maar ik heb dus geen idee wat ik aan moet. Ik ga mijn batterij trouwens wel even snel opladen. Maar ik heb geen idee wat ik aan moet. Want ik heb natuurlijk al geen normale kleren meer gedragen sinds voor de zwangerschap. En ik heb geen zin om voedingsdingen aan te doen. Ik dacht ineens, welke BH had ik eerder aan? Geen idee. En ja, welke broek, welk shirt, ik weet het allemaal niet. Dus ik moet daar nog even over nadenken. Daar heb ik nog een klein uur voor. Dus ga ik even snel iets voor denken. En ook dat ik natuurlijk nog niet helemaal mijn lichaam terug heb. Goed. Anyway, ik ga snel batterij opladen. Vriendinnetje komt straks. Ik heb er heel veel zin in. Ze zijn om de rood te bezorgen. We doen het dus nooit. En ik dacht nu ineens, we hadden het vorige week geloof ik gedaan. Dacht ik, waarom doe ik dat niet meer? Ik zit totaal in stress. Ik weet niet wat ik wil eten. Ik weet niet, moet ik ook nog koken? Ik had al eten gekocht trouwens. Maar omdat Sven onvast gisteren thuis was, hebben we dat al opgegeten. Dus ja. Dus toen had ik een goed excuus, vond ik zelf. Ik ben heel benieuwd naar die vegan burger. We gaan het meemaken. Nou, ik ben er over uit. Simple but effective. Dit wordt mijn outfit. Dit groene shirtje volgens mij van de Hennes. En deze soort nep leren broek volgens mij van Stradivarius. En dan mijn nieuwe fantastische horloge. Ik moet even bedenken wat voor schoenen, maar goed, iets. En mijn haar dan los. Ik weet nog niet of ik een kettingje doe of oorbellen. Maar ik ga het nu sowieso nog uitdoen, want ik ga nu eten. Want mijn eten is er. Daarna, ik moet ook nog kolven. Dus ik ga nu, het is een beetje zonde als er allemaal melk straks op zit. Dus maar dit wordt hem. Hè? Goedemorgen. Het is 8:15 en ik zit alweer heerlijk te kolven. Hallo, kolf. Gezellig dat je er bent. Mijn stem is er niet beter op geworden. Dat kunnen we ook meteen vaststellen. De wallen ook niet. Dat echt een super gezellige avond. Echt heel fijn bijgekletst. Mijn lichaam kan totaal geen alcohol meer aan. Dat is ook een feit. Ik heb echt serieus een beetje hoofdpijn. En ik heb 3 wijn gedronken. Maar ja, de laatste keer dat ik 3 wijn dronk is echt forever ago. Dat is nog een wonder. Maar het was heel fijn om gewoon eventjes, zonder dat je moet denken van, oh, ik moet morgen weer mijn koffie verstellen. Ik moet morgen weer de verantwoordelijke moeder zijn, zeg maar. Dat was heel fijn. Los van dat we niet zijn gaan stappen of zo, hebben we gewoon eventjes in een kochje wat wijntjes dronken. Maar het was echt even heel, heel fijn. Ik heb nu eventjes mijn schoonouders geëffend. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het vannacht is gaan met Elin en hoe het gaat met haar drinken en zo. Maar ik heb nog niks terug. En ik probeer dus elke 3 uur overdag, elke 3 uur te kolven. Op een kleine mislukte poging gisteren in de Hennis na is dat goed gegaan. Dat stomme ding die wat rijdt ineens niet deden, maar goed. Maar verder heb ik dat steeds gedaan. Ik heb uiteraard mijn, gisteravond was ik iets later, maar ik dacht voor de nacht, dat maakt niet uit. Dus als er om iets om 12 uur zo thuis, toen heb ik gekolft. Dus een uur later dan ik eigenlijk zou moeten doen. Maar dat komt wel goed. Maar dat heb ik ook weggegooid, uiteraard, want alcohol. Vandaag heb ik helemaal niks op het programma staan. Maar ik heb nog cadeaubonnen van de Zara en ik heb ook nog cadeaugeld. Allemaal voor de kleine prinses. Dus ik dacht, misschien ga ik nog even naar de Zara toe. Ergens een keer vandaag. Want, maakt het allemaal uit. En misschien nog even naar de Prenatal. Dan zit het echt allebei aan 2 andere uiteinden van de stad. Maar goed. Ik heb een lekker ontbijtje gemaakt met lactosevrije yoghurt en granola en blauwe bessen.
En ik hoop toch serieus dat ik me vandaag iets minder strontverkouden voel. En dat ik iets minder moet hoesten. Vannacht heb ik echt vrij weinig gehoest. Fantastisch was. Dus ik heb echt eigenlijk best wel goed geslapen. Dus nou, ik ga hier nog even mijn roze badjas onder het vlog van de kolf. Die je dus ook hoort. Hè? Als je denkt van hoor ik nou de hele tijd. Dat was de Calypso. Mag je blamen. Ja, goed. Ik ga onder het vlog van de kolf even lekker ontbijten. Ik ben lekker gedoucht en ik ga nu een sheetmasker opdoen. Het De-Stress Sheetmask van Simply. Het gaat allemaal goed trouwens, heb ik net horen gekregen. Daar ben ik heel blij om. Het is toch een beetje gek om je... Zit ik goed doen? Om je babytje... Kijk, voor Niels is het natuurlijk prima. Ik bedoel, die is wel... Ik ben dat toch verkeerd om. Dat kan wel. Oh, dat is lekker, hè? Toch gek om je, ik bedoel, ze is 10 weken. Het is best wel snel om je kind uit logeren te doen. Misschien vinden sommige mensen dat ook heel raar. Aan de ene kant is het heel fijn, aan de andere kant is het ook heel lastig. Zeker vanwege de zorg op haar gewicht nu. Maar wat ik er wel heel fijn aan vind... is dat ik nu echt goed weet wat zij het hele weekend binnen heeft gekregen. Omdat, ze krijgt daar geen... Nou, dus, hou me op! Oh. Omdat ze daar natuurlijk alleen maar flesjes krijgt. Wel dan met borstvoeding. Alhoewel dus niet helemaal helaas. Omdat het dus blijkbaar niet kan met houdbaarheid. Maar ja, dat is natuurlijk wel echt heel fijn. Dat ik dan een beetje kan zien van, joh... Wat gaat eruit, zeg maar? Of wat komt erin, wat gaat eruit? Dus daar ben ik wel heel blij om. Eigenlijk, in deze situatie. Ik ga het even laten intrekken, want dit is natuurlijk geen manier om een gesprek te voeren. Nou, ik kreeg net een filmpje van Alien. De tranen in mijn ogen, echt waar. Ah, mis haar. En Miss Niels natuurlijk ook, alleen Niels die, weet je, die snapt dit soort dingen. En Ellen snapt er helemaal niks van, maar die interesseert het ook nog niet, zeg maar. Dat is dan ook alweer makkelijk. Maar, ja, nee. Oh man, mijn kindjes. Ik zit nog steeds in mijn badjas. Het is 1 uur. 10 voor 1. Ik dacht, ik moet zo om 2 uur nog een keer kolven en daarna ga ik naar de stad. Dus ik denk, ik kan me wel heel leuk gaan aankleden. Maar ik kan het ook niet doen. Maar ik ga wel eventjes verder bij mijn kast opruimen. Want ja, dat staat ook nog op de planning. Dus dat ga ik nu lekker doen. Ik heb al mijn zwangerschapskleding uitgezocht. En bieden ze erbij. Niet eens. En ik denk dat ik het maar op marktplaats ga zetten. Misschien gewoon in stapels of zo. Dan doe ik gewoon de kleding in zo'n zak. Maar ik denk, ja, zwangerschapskleding is best wel, vond ik best wel lastig, zeg maar, om leuke dingen te vinden. Dus ik denk, ja, misschien als ik dit gewoon, weet ik veel, op marktplaats zet. En dan gewoon alle shirts in, maat S bijvoorbeeld. Alle shirts met lange mouwen en 3/4 mouwen. En dan eentje met alle korte mouwen. En dan 1 of 2 met broeken, zoiets. Ook meestal ook maat S. Shirts heb ik, even kijken. 3 maten M en de rest ook allemaal S. Verder is alles S. Dus ik denk, ja, dat ik het toch maar gewoon marktplaats of zo ga zetten. Ja, het is een beetje gek. Ik weet niet, ik heb dat nog, ja, ik heb wel zo'n deel marktplaats gezet, maar nog nooit kleding. Ik ben even in de Zara, want ik wilde even voor Elin kijken, omdat we daar een cadeau voor hebben. Maar ik ben toch even zelf in de pas op het land. Ik vind het jurkje eigenlijk heel leuk. Ik vind het ook heel groot. Dus ik ben een beetje blij van. Het is een beetje een losvallend dingetje. Ik denk dat ik hem gewoon even meenemen en dan thuis nog even rustig kijken. Fatsoenlijk licht en met een panty of zo. Kijk ik ook wat Sven ervan vindt. Maar ik vind het ook wel iets. Ik vind hem wel wat. Ik ben aan het koken, pasta en dit wordt nog saus uiteraard. En ondertussen ben ik de finale van Dance 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 aan het terugkijken. Want ik ben gek op dansen. Misschien weten jullie niet, maar ik heb heel veel gedanst vroeger. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar nu zit ik dus de finale van Dance 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 te kijken.
Ik heb mezelf nog een wijntje ingeschonken. Maar ja, die fles moet toch op. Niet vanavond al bij mezelf, maar een glaasje, dat is wel lekker. Misschien na de volgende golfbeurt nog eentje. Ik weet het niet. We laten het gebeuren. Ja, ik heb eigenlijk nu ongeveer mijn hele kledingkast opgeruimd. Waar ik best wel trots op ben, eigenlijk. Mag wel gezegd worden. Dus ja, ik ga de zwangerschapskleding op de marktplaats zetten. Oh, er gaat nu een dans komen. Ik ga even kijken. Ik heb weer gekolft voor de afwisseling. En het is een beetje een zooitje. We gaan morgen op, maar ik ben al van alles gesorteerd en gedaan. En ik ga nu lekker in bad met eucalyptus. Want zoals je hoort ben ik nog steeds één bonk slot. Ik heb er ook een beetje rituals in gedaan, maar vooral eucalyptus om de luchtwegen open te maken. Goedemorgen, het is maandag. Ik ben nog make-uploos zoals je ziet. Ik heb net weer lekker gekolft. En ik merk dat mijn borsten daar nu wel een beetje klaar mee zijn. Dat ze gewoon denken, oké, kan Eden daar weer gewoon uit drinken, want dit werkt niet meer. Maar goed, die komt gelukkig vandaag thuis samen met Niels. En wel echt weer heel veel zin om ze te zien en te knuffelen. Ik ben heel benieuwd, want Niels was de eerste nacht ook droog gebleven. Dus dat is echt super goed voor de zindelijkheidstraining die we 's nachts nog helemaal niet hebben toegepast. Dus dat vind ik heel knap. Maar ik heb geen idee hoe het de rest van de dag is gegaan. Ik kreeg gisteren al een heel lief filmpje van Eden, maar de tranen al in mijn ogen sprongen. Maar ja, daar heb ik verder ook niets meer van gehoord. Ik heb nu ook even geappt van, joh, hoe is het daar? En zijn er al spekjes gekweekt bij Elin en heeft Niels de broeken droog gehouden en zijn er nog foto's. Mijn schoonouders zullen wel denken. Maar ja, hallo, die kleine meid is gewoon nog hartstikke piep. Dus, foute uur, hoop je deze kinderen voor kinderen? Gezellig. Nou, dan kan ik wel de kat maar weer schoonmaken, toch? Oké, ik had net echt een glorious moment. Ik heb zeg maar altijd hierin, juist, hij staat nu even daar. Maar ik heb ze hierin, nou, je ziet het al, er zit zeg maar een theezakje zo. Dus ik denk, oh, lekker een kopje thee zetten. En wat doe ik? Ik pak de waterkoker en ik giet het daar dus in. Dus dit was echt helemaal drijfnat. Oh, dit is, sorry voor mijn theebroodje. Oep, niemand iets ziet. Voor het voeden. Ik had het al eens klaargelegd omdat Elin zo thuis komt. Maar oh my god, echt waar jongens. Nou ja. Het geeft zeg maar aan waarom ik nog niet moet autorijden. Dat gaat gewoon niet goed. Zolang ik dit soort idiote dingen doe, moet je dat gewoon niet willen. Goed. De kids zijn onderweg. Ja, nu heb ik een glas thee hoor. Ja, niet een aanrecht vol thee. Ik zit begonnen als je denkt, waar zit ze nou weer? Ik denk dat ik de vlog gewoon lekker ga afsluiten, want mijn baby's zijn onderweg. En als zij thuis komen, ga ik Elin meteen voeden en daarna naar de fysio. En daarna ga ik gewoon lekker met mijn kindjes kroelen. En mijn man, natuurlijk ook mijn man. Dus dat was het voor deze week. Ik weet even niet uit mijn hoofd of er woensdag een extra video online staat. Maar goed, dat merk je vanzelf. Ik had er best wel veel op de planning staan, dus het zou zomaar kunnen. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week zondag bij een nieuwe vlog of woensdag bij een extra video. Dankjewel, doeg!